Hier nog de vooruitzichten. Dit jaar verwachten ze nog 1,25 miljard omzet. Het afgelopen jaar was dat 1 miljard, geloof ik. Dus nog wel iets groei. Maar het komende kwartaal eigenlijk al niet meer. Winst gaat er het komende kwartaal al niet meer zijn. Ja, dus dat gaat. Ja, dat, dat stort een beetje als een kaathuis in elkaar. En het bedrijf heeft ook wel pech gehad, natuurlijk. Want het leent geld uit. En de rente is best wel gestegen. Dus als, als een autolening eerst. Uh, er zit eerst 6% in en dan gaat het naar 9%. Doordat het 300 basispunt is gestegen. Ja, dan gaan heel wat minder mensen zo'n lening afsluiten voor een auto. Want mensen zijn ook niet gek. Die willen ook een beetje betaalbaarheid daarvan. Prachtig verhaal. Prachtig verhaal. Hier zie je ook uh, meer een groter deel van de balans. Meer ingezoomd eigenlijk. Dus wat ze nog uh, verder willen laten zien. Nou, de goodwill moet misschien nog wel afgeschreven worden. 67 miljoen. Ja, de vraag is: wat je als belegger wil weten, is deze leningen, wat is dat precies? Nou, dat vind je nooit in zo'n simpele PowerPoint-presentatie. Dat vind je altijd uh, ja, ergens helemaal uh, onderaan het jaarverslag. Hier zie je ook de omzet. Ja, dit is ook wel. De omzet is natuurlijk hard gestegen, maar hier zie je een soort minpost, alles tussen haakjes. De interest income, dus hoeveel rente behalen ze. Want je zou zeggen, ze hebben die lening op de balansen, dus daar krijgen ze nu ook zelf rente-inkomsten van, terwijl ze dat eerst niet hadden. Maar dat is nu in één keer negatief. Ja, dat komt dus omdat er dus afgeboekt is op de waarde van die leningen. Dus een bepaald deel, de kans is groter dat met de huidige economische omstandigheden en wat we nu weten, een deel van onze um, debiteuren als het ware niet gaat terugbetalen. En dan moet je daarop afboeken. Nou, dan krijg je dus in één keer niet meer uh, een positieve rentestroom, maar een, een flinke fair value adjustment. Maar nog steeds winst, winst dit katak. Kijk, als je naar de huidige cijfers kijkt, hoe het nu gaat, dan lijkt het heel goed te gaan. Maar beleggers is, is voor een stukje vooruitzien. En als dat AI-model wat minder werkt, en ook nu met het huidige renteklimaat, en ook met het, het gewoon, het gewoon cowboy-gedrag uh, van de van het management. Ze hebben iets te veel haast om rijk te worden, als ik dat een beetje die earnings call en dergelijke lees. Hier zie je trouwens nog het castroom overzicht. Er staan allerlei, allerlei, zaken in. Eén ding wat me dan nog opvalt is uh, stock based compensation. Dus het personeel krijgt ter waarde van 25 miljoen aan uh, aandelen. Nou, terwijl de winst, dus uh, 32 miljoen is, dat is ja, best wel fors in een kwartaal. Dus het is ook best wel hard gestegen. Dus een beetje... Het personeel heeft het in ieder geval goed. Alhoewel die aandelen natuurlijk... Uh, een stuk minder waard zijn. Dus... Uh, dat, die, die opmerking neem ik terug. Even kijken. Oh ja. Ik ga, ik ga dit niet allemaal doorlopen hoor. Want uh, dat gaat wat te ver. En dan... Ik moet, niet, ik moet hopen dat... Jullie niet in slaap vallen hierbij. Maar wat je altijd als bedrijf wil weten. Is... De, hoeveel cash komt er binnen. Uit de operationele activiteiten. En het afgelopen kwartaal, jaar geleden was dat nog 43 miljoen positief, maar het afgelopen kwartaal 266 miljoen negatief. Het bedrijf zuigt dus cash op. En dat is natuurlijk ook wel logisch doordat ze meer leningen zijn gaan verstrekken. Ja, dan kost dat geld. En op een gegeven moment, als je dat nog verder blijft doen, dan gaat het steeds meer geld kosten. En op een gegeven moment is je liquiditeit op en je risico wel verhoogd, waarschijnlijk. Uh, dus dat is uh, extreem gevaarlijk. Nou, ik had het nog over cowboy gedrag. Hier staan nog alle... Het ja, is wel leuk om een keer uh, door te kijken. Ook hier alle definities. Netjes dat ze die hierin geven. Van wat betekent bijvoorbeeld Adjusted EBITDA. En Contribution Profit. Ja, Wat mij ook nog uh, verbaasde. En het was 15 februari. En al die, die snelle groeibedrijven zoals Upstart zijn allemaal fors gedaald. Maar Upstart lanceerde dit persbericht op 15 februari. Van we gaan voor 400 miljoen dollar aan aandelen inkopen en op het moment dat ik dat zag ik weet niet ik zag het in een headline dacht ik wow dit is of heel bijzonder dat ze echt het bedrijf zo goed kennen het management dat ze dit ja nu al zo'n kans zien dat die beurskoers zo laag was die was te zijn tijd uh, iets van 100 dus er is er inmiddels weer uh, twee derde van af ja of uh, of ze zijn in paniek en dat je, dat je dit doet om uh, een signaal aan de markt te willen afgeven om het vertrouwen te herstellen. En wetende dat dit een financiële instelling is en dat die dus failliet gaan met de balans. Wat mij betreft kun je dan maar vertrouwen uitstralen op één manier. En dat is je balans beschermen. En als jij van je balans 400 miljoen aan cash pakt om daarmee aandelen in te kopen. Om die beurskoers te stimuleren. Ben je dus echt aan het financial engineeren. En focus je dus niet op het overleven. En wil je ja, is echt alleen maar het signaal. Je wil die 400 miljoen liever als buffer, als cash op de balans hebben staan. Mochten uh, partijen aan de financiering gaan krijgen, dat, uh, dat, dat uh, verstrekkers van leningen hun geld terug willen, dan heb jij in ieder geval nog uh, die liquiditeit om dat uh, te kunnen overleven. Maar ze zeggen hier dus eigenlijk met de volatiliteit in ons aandeel hebben we de afgelopen tijd aantrekkelijke. ...koopcondities gezien over het afgelopen jaar. En omdat we winstgevend zijn kunnen we daar voordeel van pakken. Ja, dit is een droge argument dat we winstgevend zijn. Ja, we zijn winstgevend, maar het hele risicoprofiel is nu veranderd... ...en dat wist je uh, op dit moment, op 15 februari... ...want dat was halverwege dat kwartaal waarbij die cijfers kwamen... ...en dat meer leningen op de balans zetten. Dus winstgevendheid is bij een bank... ...een bank is altijd winstgevend... Uh, Tenzij er afgeboekt moet worden op, op leningen. En dan is het in één keer zwaar geven. Dan ga je failliet als bank. Oké, okay, nou, ik zat eens dus in het uh, kwartaalrapport. Dat is leuk hé. Ik denk dat jaarverslagen lang zijn. Nou, dit is een. Dat een jaarverslagen zijn een 10K. K, en dit is een 10Q van kwartaal. Kwarten. Um, ook 125 pagina's. Ik zat eens dus, uh, te control-F op uh, dat uh, aandeleninkoopprogramma. Ik dacht van ja, zijn ze nou gelijk? met dat aankondigen, ook uh, de poer opgegaan en hebben ze aandelen ingekocht. Nee, dat blijkt dus niet zo te zijn. Even kijken waar dat stond. Ja, tot 31 maart hebben we niks opgekocht. Dus we hebben het leuk aangekondigd en we denken dat onze aandelenkoers goedkoop is, maar stiekem hebben we het toch niet uitgevoerd. Dus dat kan, dat kan ook maar betekenen van, joh, we zijn zo erg in paniek, uh, we, hebben, we kondigen dit nu aan, en een paar dagen later is er nieuwe informatie van... het gaat toch nog slechter dan we verwachten. We gaan het toch maar niet uitvoeren om toch die buffer te, um, te hebben. Ja, je kan het op meerdere manieren interpreteren... dat ze gewoon echt in paniek zijn en dat dus nu zeggen van... ja, we moeten die 400 in kas houden en we gaan dat niet doen. Want die beurskoers is nog veel verder gedaald. Hè? Dus als je het met die, dat persbericht mag vergelijken... dan zouden ze, ja, dan zouden ze dat, dat zo snel mogelijk in dit soort tijden moeten allokeren. Maar ja, dat is het... Uh, Soms het nadeel als belegger, als ik, 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 ik heb het bedrijf niet echt bestudeerd, ik, alleen, uh, alleen dit soort oppervlakkige dingen. Maar als je echt, uh, ja, daarom wil, is het zo belangrijk dat je het management vertrouwt. Want je, wil, je, je wil weten wat er speelt en dat weet je nu niet. Het, is, het voelt als een kat in een nauw en je weet niet, je, althans ik weet het niet, je kent de managers niet. Goed om altijd nog even te checken naar uh, insider verkopen. Uh, Guru Focus, nou je ziet natuurlijk heel veel verkopen. Heel veel insiders nog op het juiste moment afscheid genomen. Nou, de CEO die heeft in ieder geval verder uit groot aandeelhouder, Dus die bepaalt alles een 10% owner. Kijken. Ja, veel verkopen. Wat zijn de bedragen? Elke keer 3 miljoen, 9 miljoen, 21 miljoen, 13 miljoen, 24 miljoen. Sinds ja, ja, dit, jaar, dit jaar al, of de afgelopen 12 maanden voor uh, ja, ik kan het niet zo snel. Maar in ieder geval ruim 100 miljoen aan aandelen verkocht. Er is nog steeds een, uh, misschien een fractie van zijn bedrag, maar hij is wel redelijk frequent aan het verkopen. Ondanks dat die beurskoers zo ver daalt. Dus je hebt wel dat aankoopprogramma. Even kijken of hij sindsdien ook wel verkocht heeft, hoor. Oh, dit is mei. Ja, hij is nog gewoon lekker aan het doorverkopen. April. We hebben 9 miljoen. Uh, 1 maart. Dus. Ik kondig een aandeleninkoopprogramma aan omdat de aandelenkoers zo laag is. Maar een paar dagen later verkoop ik zelf voor 21 miljoen dollar aan aandelen. Nou, dat was een goede zet. 158 dollar stond er nog op. Uh, en nu een fractie daarvan. Oké, okay, even kijken. Volgens mij was, uh, was dat het. Beurskoers is net open. Plus 6 procent. Neusje voor het bloeden. De vraag is nu, denk ik, of de markt er vertrouwen in houdt voor de toekomst. En uh, Upstart mag het gaan laten zien. En uh, de vraag is of de markt hun de tijd gunt om dat te gaan realiseren. Dit was een video. Ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. Ik vind het hartstikke leuk. Als je meer video's wil, meer van dit, abonneer dan even of laat het ook even weten in de comments. En dan uh, gaan we meer video's maken. Ik was er even een paar weken uit in verband met een uh, werkvakantie. Maar nu kan ik uh, weer op volle bak. Als je een idee hebt voor een video, laat het ook gewoon rustig weten in de comments. Ik wil graag helpen om uh, dingen in die financiële wereld wat duidelijker en helder te maken. En dat, uh, dat wat onafhankelijker te bekijken. En uh, daarin te analyseren. En uh, ja, dus laat het weten. Abonneren. En uh, bedankt voor het kijken. En tot de volgende week.